Mara Michels van Inspiration Network en vandaag gaan we inspireren en empoweren. Het thema van vandaag is zelfbeeld. Dus hoe kijk ik naar mezelf? Heb ik een negatief zelfbeeld? Heb ik een positief zelfbeeld? En wat zijn de effecten daarvan? Ben je er klaar voor? Let's do this! Bam! Het gedicht dat ik vandaag ga voordragen, of een gedeelte uit het gedicht, heet Mogelijkheid van het Zijn. Nou, ik heb het geschreven in 2007 en het was echt mindbreaking. Naar aanleiding van het boek van Eckhart Tolle, De Kracht van Nu, zeker een aanrader. Waar ik op een gegeven moment heel bewust werd van, hey, wacht even, identificeer ik mezelf nou met mijn gedachtes, hè? Met mijn angsten, met mijn pijnen, ben ik dat wel? Ik ga gewoon beginnen. Wie houdt ons klein? Wie gunt ons geen groei? Wie wil ons niet gelukkig zien? Huh? Wie wil geen liefde, vrede en vrijheid ervaren? Dat zijn wij. Dat bent u. Dat ben ik. Eigenlijk heel erg goed heeft geholpen om echt die spiegel voor mijn ogen te zetten, is het boek van Flow en de kunst van het zaken doen. Een boek dat zegt dat wanneer jij in je eigen kracht staat en vanuit jouw zelfbeeld, waar jij van overtuigd bent van jouw capaciteiten, je eigenlijk alles zou aantrekken wat je zou moeten aantrekken. Hoe kijk jij naar jezelf? Wat is jouw zelfbeeld? Heb je positief zelfbeeld? Heb je volle vertrouwen in al je krachten, in je eigen kunnen? Of heb je een negatief zelfbeeld? Denk je dat je lelijk bent, dat je niks kan? Wat vind je mooi aan jezelf? Wat waardeer je? Welke woorden kan je uitspreken over jezelf? Centrum is essentieel bij het zelfbeeld. Dus denk bij het zelfbeeld, hey, hoe sta ik, hoe zit ik lekker in mijn vel? En als ik niet lekker in mijn vel zit, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weer lekker in mijn vel kom? Angst is op zich ook wel goed. Angst moet je doorheen gaan. Als je er doorheen kan gaan, is het fantastisch. Het mooie in dit eigenlijk van heel het zelfbeeld is, dat jouw wereld, hoe jij naar buiten kijkt, de wereld is die hier wordt gecreëerd. Hoe zou jij jouw leven willen zien? Geloof hebben dat wanneer jij de juiste stappen maakt die goed voelen, volgens jouw hart, goed voelen volgens je buik, volgens je hoofd, allemaal balanced. Goed voelen dat het ook goed zal komen. En zie jij jezelf geliefd? Zie jij jezelf gezond? Zie jij jezelf financieel verrijkt? Zie je dat? Maak die beelden. Geloof in die beelden. Hè? Die sleutel van dat zelfbeeldknopje, die heb jij in je handen. Jij kan die sleutel alle tijden, elk moment erin douwen, draaien en starten die motor voor verandering. Flow en de kunst van het zaken doen zal zeker een toegevoegde waarde zijn op jouw leven. Zeker weten. Super confronterend. Ook voor mij was het confronterend. Maar wel een boek dat wanneer je er voor open staat en zegt ik heb het gewoon gehad met al die drama. Ik heb het gewoon gehad met al het ongelukkige gevoel en allerlei weet ik veel wantrouwens, whatever. Ik ga nu eindelijk in mijn eigen kracht staan, in mijn eigen centrum staan. Je bent er klaar voor, dan zeg ik koop dit boek. De opdracht van deze week is het schrijven van positieve affirmaties. Wat zijn nou positieve affirmaties? Ja, dat zijn eigenlijk zinnen die uitdagingen zijn voor ons, voor onszelf. Als jouw uitdaging is bijvoorbeeld dat je jezelf dik vindt, dan zet je, nou ja, ik ben slank. Als je jezelf lelijk vindt, schrijf je, ik ben mooi. Als je jezelf dom vindt, zet je, ik ben slim. Ja, nou, zo ga je eigenlijk door. Alles wat je van jezelf vindt, een beetje negatief, maar draai je om in het positieve. En schrijf op een klein blaadje. Doe je in je pocket of in je portemonnee en zorg er dat je dagelijks eigenlijk een paar keer naar kijkt. Totdat je het eigenlijk steeds meer begint te geloven. Nou, ik wens je veel succes ermee en ik ben heel erg benieuwd hoe je het zal ervaren.